Op 1 september 2004 won hij nog de zwintriathlon. Enkele dagen later lag de carrière van Rutger Beke aan Diggelen. Positief getest op EPO, zo luidde het verdict. Beke ging in de tegenaanval, schoppend tegen de harde schenen van de wetenschap. Dit is Overleven. Geschenken doen aan boeken denken. Rutger Beke leverde na een kwart triathlon een positief urinestaal af. En toch had hij geen EPO genomen. Hoe valt zoiets te verklaren? Straks het puzzelwerk van de wetenschappers en de wanhoop van Rutger Beke. Maar eerst gaan we op de weegschaal staan. Is een hoog BMI wel zo slecht als men denkt? De BMI, de Body Mass Index, is niet geschikt om iemands kans op een hartaanval te voorspellen. Het is beter om te kijken naar de verhouding tussen taille en heupomtrek. Zeer verrassend, een dikke kont lijkt eerder gezond. Dik zijn is ongezond. Het verhoogt bijvoorbeeld de kans op een hartinfarct. Om te weten of je gevaar loopt, zal je dokter doorgaans je body mass index berekenen. Het kwadraat van je lengte gedeeld door je gewicht. Is je BMI boven de 25, dan ben je te zwaar. Een score van boven de 30 betekent obesitas of ziekelijk overgewicht. Tenminste, dat dacht men. Maar nu blijkt uit internationaal onderzoek dat de BMI een slechte indicator is. Aan het onderzoek namen 27.000 mensen uit 52 verschillende landen deel. De helft van hen had al een hartinfarct achter de rug, de andere helft niet. De BMI van de groep met hartproblemen bleek nauwelijks hoger. Het verband tussen BMI en hartaanval was dus bijzonder klein. BMI is geen goede indicator omdat het eigenlijk een globale evaluatie is van uw gewicht in functie van uw gestalte en omdat het u geen idee geeft van de verdeling van uw vetten. En net die verdeling is cruciaal. Op sommige plaatsen is vet veel schadelijker dan op andere. Zo blijkt uit het onderzoek een duidelijk verband tussen hartaanval en buikomtrek. De buikomtrek van mannen in Europa mag niet meer zijn dan 94 centimeter. Die van vrouwen niet meer dan 80. Dat maakt 119 centimeter. Eigenlijk, Filemon, is dat 25 centimeter te veel. Hoe boller de buik, hoe groter de kans op een hartinfarct. Professor spreekt van 94, maar ja, ik weet niet, ik zal mijn best doen, maar ik hoop er een keer wat te geraken. Hè. Maar ja. Voor de heupomtrek geldt net het omgekeerde. Een bolle kont blijkt gezond. Een combinatie van een breed achterwerk en een smalle taille blijkt zelfs de grootste bescherming te bieden. De omtrek van de buik, gedeeld door de omtrek van de heupen, mag niet meer zijn dan 0,9 voor mannen en 0,85 voor vrouwen. De navel is 71 centimeter en de navelomtrek gedeeld door de heupomtrek is 0,75. Dat is uitstekend. Waarom is een bolle buik of appelvorm gevaarlijker dan een bolle kont of peervorm? De peervorm is gezonder dan de appelvorm, omdat het vet dan in de dijen zit. En dat u relatief minder vet hebt in de buik. En het is juist het vet in de buik dat schadelijk is. Dit is de doorsnee van een buik zonder vet. En dit is een dikke buik. Het vet zit rond en tussen de organen.
Het zit juist op de overgang tussen de darmen en de lever. En tussen dat buikvet en de lever heb je een autostrade die heel wat stoffen rechtstreeks naar de lever brengt. Die stoffen zijn vrije vetzuren. Hoe meer cellen dat je daar hebt met vet, hoe meer vrije vetzuren dat je daarop loslaat. En ook stoffen die de ontsteking in de hand werken. En die lichte ontsteking is schadelijk voor de bloedvaten. En dit kan aanleiding geven tot verhoging van cholesterol en verhoging van triglyceriden. Dat zijn de twee belangrijkste vetten die we meten in ons lichaam. Een breed achterwerk is niet alleen minder schadelijk. Het zou ons zelfs beschermen tegen een hartaanval. Waarom is dat? Ten eerste omdat dat vet niet schadelijk is, maar misschien ook omdat de mensen met een bredere heupomtrek ook een grotere spiermassa hebben, dus meer fysieke activiteit verrichten. Hoe zit het met de buik- en bilomtrek in Vlaanderen? De Universiteit van Gent onderzocht 2600 inwoners van Erpenmeren. Het studiecentrum lag vlak tegenover dit café. Wel, op vlak van de buikomtrek zijn er toch een 40-45% van de mensen die boven het gewenste maximum zitten. Evenveel mannen als vrouwen. En wat voor Erpenmeren geldt, geldt ook voor Vlaanderen. Het ziet er niet goed uit. Die 40% heeft duidelijk meer kans op hartinfarct. Oktober 2004, Hawaii, de Ironman. Meer dan 2000 atleten beginnen het gevecht tegen zichzelf. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen, 42 kilometer lopen. Een opdracht voor reuzen. Ik heb nu al veel wedstrijden gedaan en geen enkele wedstrijd is zoals de wedstrijd in Hawaii. Triatleet Ruud Verbeke eindigde hier al eens tweede. De Ironman is hem op het lijf geschreven. Alle toppers zijn daar, dus dat maakt al een groot verschil. En dan ja, de locatie plus het parcours vind ik ook gewoon... Ik vind al een geweldig mooi parcours. De beste wind ook altijd in Hawaii. Daar mogen we vrij zeker van zijn. Dus dat maakt het de mooiste wedstrijd. Dat is gewoon de belangrijkste wedstrijd van het jaar. De mooiste en de zwaarste. Als er één wedstrijd is dat ik graag zou winnen, is toch wel een die. Al van in het begin, als ik triathlon deed, van in 1995, is dat altijd het doel geweest van naar Hawaii te gaan. Toch was hij bijna niet vertrokken. Twee maanden geleden won hij de Zwintriathlon in Knokke. Zoals gewoonlijk moest hij als winnaar na de wedstrijd naar de dopingcontrole. Ik heb al zoveel gedaan naar de dopingcontrole geweest en ik heb dat altijd met een grote smile gedaan. Ik had liever dat ze er waren dan dat ze er niet waren. Zo van, ja... Alleen nog een keer gaan pissen in een potteke, dat is altijd leuk. Maar twee weken later, een week voor Ruud Verbeke zou vertrekken naar Hawaii, zat er een brief van de Vlaamse gemeenschap in de bus. Dus ik had al een paar keer gehad en dat was een dunne brief. Met één vel papier in. Dus dat is een heel dun als je dat vastpakt. En ik weet dat ik de brievenbus opendeed en ik zag dat dat van de Vlaamse gemeenschap was. En met dat ik hem vastpakte, wist ik dat er een probleem was. Ja, ik heb die dan direct open gedaan en ja, als je dat leest, dan... Ja, ik weet niet meer. Van die moment weet ik niet veel meer. Dus toen tilt geslagen zeker. Ja. Het enige dat eruit kwam was die brief en EPO. En dan, ja, dan heeft hij die getoond. Ja, dan moet je ook een paar keer per dag gaan kijken of dat daar echt wel op staat. Want na een tijd denk je van, allee, dat kan toch niet. Dat is een flauwe grap of zo, maar... Spijtig genoeg niet, hè. Ruud Verbeke is positief bevonden op het gebruik van EPO in het Gentse dopinglab van het WADA, het World Anti-Doping Agency. Hij zat hier gewoon aan tafel van, met die brief van... Wat is dat? Dan is begonnen, dan hebben we naar Pieter gebeld.
heel, heel zenuwachtig, Rutger, in paniek. En hij vroeg van, ja, en ik heb hier een brief gekregen en wat moet je daarmee doen? Ik zeg, ja, vertel de eerste keer, wat staat er eigenlijk in? Ze beslisten samen een tegenexpertise op te starten in het WADA-lab in Keulen en overhaalde Rutger Beeke om toch te vertrekken naar Hawaï. Ik was van mening dat niemand het recht had om zijn Hawaï, waar dat hij dan een heel jaar voor werkt, wat dat voor hem de belangrijkste wedstrijd in zijn leven is, van hem dat af te pakken. En dus loopt hij hier toch. Op de dag van de wedstrijd is niet dat, het is niet als je in de zee ligt te zwemmen en alles uit je kas aan het zwemmen bent. Dat je, dan zit je daar op die moment, denk dan niet veel. Op de fiets en aan het eind lopen ook niet. De Ironman is zijn wedstrijd, zijn dag. Hij eindigt vijfde. De dopingdreiging is ver weg. Als hij zou vijftigste geworden zijn, ja, dan zou je zeggen van oké, het heeft meegespeeld. Maar niet als je vijfde wordt. Twee dagen later komt de grote klap. Op het moment dat ze mij dan opbellen op Hawaï zelf en dat de eerste journalist vraagt van klopt het dat Rutger Beeke zou betrapt zijn op EPO, dan weet je van hier gaan we. De tegenexpertise in het WADA-lab van Keulen is ook positief en het nieuws is gelekt. Tot die een dag ben ik er altijd van uitgegaan, ja, dat gaat hier voorbij gaan. Dat gaat opgelost geraken zonder dat... Zonder dat je zwart gemaakt moet zonder dat ik zwart zou gemaakt moeten worden, maar die een dag wist dat dat allemaal om zeep was. Ja. De terugkeer naar België is een marteling. Als ik in Washington de vlieger opstapte, liggen daar de kranten gereed voor van een dag nadien in België. En dan zie je hun eigen kop daar op de voorpagina staan, Rutger Beeke, positief. En dan ziet iedereen zo kijken en dat is wel heel pijnlijk. Ik denk dat hem zijn stoel niet uitgekomen is. Hij is in het vliegtuig gaan zitten en normaal ziet hij goed uitgestrekt. En nu zag je hem bijna niet boven de zetels uitkomen. Zo, ik heb ook het gevoel dat iedereen nu zit te bekijken, ja, en te bestaren. Ik dacht dat iemand een van mijn beste vrienden was. Dus die kende mij toch. Een van de beste, die ging ook met mij altijd op stage. Die was ook getuige op onze trouw. Het jaar ervoor. Ja, en die, als we dan geland zijn, dan zei hij, ja, kijk, mijn vriendin heeft ervoor geregeld dat ik via een andere uitgang weg kan. Want hij wou blijkbaar toch niet meer gezien worden met mij, dus dat was wel pijnlijk. Maar op het moment dat ze dan opgevangen worden door de media, is het de twee keer slikken. Dan is het echt een krop in de keel om hen zo te zien lijden in feite. Wil jullie een keer even zien dat ik echt onschuldig ben? Weet je wat ik hier al meemaak een hele maand? Er was nog nooit zoveel media of nog nooit zoveel belangstelling voor Rutger als op die dag en op die ochtend. Maar het hoort bij het verhaal waarschijnlijk. Dus uiteindelijk, dat moet en dat zal in orde komen. En als dat desnoods kost mij dat 10 jaar van mijn leven, maar ik zal en ik moet bewijzen dat ik niks gedaan heb. Dus. Dit is het resultaat van de EPO-test. De onderste vlekken tonen lichaams-eigen EPO. EPO die het lichaam zelf aanmaakt. De bovenste vlekken tonen lichaamsvreemde EPO. Ingespoten EPO. Doping dus. Bij Rutger Beeke is duidelijk veel lichaamsvreemde EPO aanwezig. Hij heeft doping-EPO gebruikt. Rutger Beeke werd op 1 september betrapt op het gebruik van EPO. Ik weet dat er geen exogeen EPO in mijn lichaam zit, dus daar moet een andere verklaring voor zijn. Hoe komt dat er dan in? Rutger, dat vraagt iedereen zich af, uiteraard. Beeke die is vrij intelligent. Of hij zich zomaar iets zou laten spuiten waar hij de inhoud niet van kent, dat vind ik ook twijfelachtig. Wij hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de waarde van die test. Dat betekent dus dat die methode met het vergrootglas bekeken geweest is door experten. Voor alle specialisten. Maar ik weet dat ik hier niet zit te liegen, dus kan dat niet kloppen. Ik blijf geloven dat er slimme mensen zijn op de wereld die kunnen bewijzen
dat er een fout gemaakt is. Want ik heb alleszins geen fout gemaakt. Ik heb nooit EPO genomen. En dat zal ik binnen 100 jaar nog beweren. Het optreden van Rutger Beke maakt niet veel indruk. Het is hij tegen de wereld. Gent. Rutger en Sophie hebben een afspraak op het Universitair Ziekenhuis bij professor Joris de Lange, een autoriteit op het gebied van bloedonderzoek. Het is eigenlijk Sophie die de eerste keer naar het labo gekomen is met monsters, want Rutger die was op dat moment niet eens in staat om op straat te komen en die is gewoon in de wagen blijven zitten. Ja, je probeert zo onopvallend mogelijk te zijn. Hè. Op die moment denk je, dat heel de wereld achter je zit. Hè. Ja, op die moment had ik een beetje zo achtervolgingswaanzin. Ik dacht dat iedereen me in de gaten hield. Ze komen professor De Lange hulp vragen. Ze hebben iemand nodig die Rutgers onschuld kan bewijzen. Professor De Lange belooft hij niet zomaar. Ik had het gevoel dat hij mij zo wat testte van wat dat ik wist over EPO en hoe dat je dat moest aanbrengen en zo, wat dat niks was. Maar ik voelde dat hij mij zo wat testte. Maar hij raakt overtuigd. Op de website van het WADA vindt hij een studierapport over de EPO-test. Het feit dat de studie besteld was door het WADA gaf ook een kwaliteitslabel aan die studie. Maar het gaf aan dat eigenlijk die EPO-test niet zo perfect was. Maar ook de beelden van de terugkeer overtuigen hem. Ja, omdat ik geloofde, dus omdat ik uiteraard het tv-journaal gezien had met die aangrijpende beelden van Rutger bij zijn terugkeer van de Ironman, toen dacht ik meteen, hier is iets mis. De vraag die professor De Lange nu moet beantwoorden is, is het mogelijk dat er een fout zit in de test van Rutger Beke? De tijd dringt. De eerste zitting van de disciplinaire commissie nadert. Het eerste idee, een genetische oorzaak. De eiwitten van Rutger Beke kunnen door een genetisch defect anders zijn dan die van een normale man. Eiwitten zijn lange ketens met op bepaalde plaatsen gebonden structuren. Die structuren hebben een kleine elektrische lading. En samen geven die elk eiwit zijn eigen totale elektrische lading. In de EPO-test worden de eiwitten in een elektrisch veld gebracht. Ze zullen bewegen tot op de plaats waar hun eigen lading het elektrisch veld neutraliseert. Als Rutger Beke eiwitten heeft met een abnormale elektrische lading, dan kan zijn lichaams eigen EPO-eiwit in de test opduiken op de plaats van de doping-EPO. Is er een fout gebeurd? Is er een genetische oorzaak? Professor De Lange probeert zoveel mogelijk collega's aan het werk te zetten. Hij contacteert een Noors lab dat de EPO-test ook uitvoert voor het WADA. Ze beloven hun medewerking. Een staal van Rutger Beke wordt opgestuurd. Uit Antwerpen krijgt Joris De Lange een nieuw idee. Misschien heeft Rutger Beke de ziekte van Chuvash. De Chuvash zijn een gesloten Siberische orthodoxe bevolkingsgroep. Een genetisch defect komt er vaak voor en dat zorgt ervoor dat ze heel veel rode bloedcellen hebben. EPO gebruiken heeft hetzelfde gevolg. Heel sporadisch duikt dat genetisch defect ook in de rest van Europa op. Misschien bij de familie Beke. De tijd tikt weg. De eerste zitting komt dichterbij. Professor De Lange heeft verschillende experimenten lopen en hoopt dat één ervan een aanwijzing oplevert. Het is iets wat je niet loslaat. Je gaat daar mee slapen en je staat daar terug mee op. En die man heeft dag en nacht gewerkt om een aantal dingen te checken en vooral collega's aan te spreken en onderzoeksopdrachten in gang te zetten. Dus we moesten alles van nul af aan beginnen. Je weet totaal niet in welke richting je moet gaan zoeken. Maar je werkt tegen de klok, want op die bepaalde dag moet jij je verdedigen. En als je verdediging niet klaar is, dan is het over en uit.
was permanent een race tegen de tijd. Het is zoeken naar een speld in de hooiberg, maar we weten dat die speld er zit. Dus het is kwestie van volhouden en van blijven te zoeken. En dan bereikt hen het nieuws dat er EPO-testen waren geweest tijdens de Ironman in Hawaii. Rutger Beke was vijfde geëindigd en dus zeker getest. En hij testte er negatief. Toen die resultaten bekend waren, begin november, was het ook een indirect signaal om aan te nemen dat het wellicht geen permanent genetisch probleem was. Als een genetisch defect de positieve test na de zwintriathlon veroorzaakte, dan zou Rutger Beke altijd positief moeten testen. Maar hij testte negatief in Hawaii. En inderdaad, één voor één lopen de resultaten binnen. Ze zijn niet leuk. Rutger Beke heeft geen vreemde eiwitten en hij heeft ook de ziekte van de Chuvash niet. Het genetisch spoor loopt dood. Ondertussen begint Rutger Beke weer te trainen. Na de Ironman neemt hij altijd 3 weken rust. Nu begint hij op te bouwen voor volgend seizoen. Zo naïef als ik was, dacht ik altijd, ja, dat gaat binnen een maand, binnen 2 maanden in orde zijn. Dus ik moet me wel voorbereiden voor het seizoen dat gaat komen. Dus ben ik eigenlijk gewoon beginnen trainen zoals ik andere jaren zou gedaan hebben. Ja, we dachten dat dat tegen kerstmis gedaan ging zijn, hè? In het lab vindt professor De Lange eindelijk zijn eerste aanwijzing. Het bloed van Rutger Beke heeft heel veel rode bloedlichaampjes. Veel meer dan dat van een gemiddelde man. Dat betekent dat zijn lichaam zeer veel lichaams-eigen EPO aanmaakt. Maar op het resultaat van de EPO-test is daar niets van te zien. Waar lichaams-eigen EPO zou moeten opduiken, is er niets. Er moet iets fout gelopen zijn. Op de eerste zitting leggen de advocaten van Rutger Beke de resultaten van het onderzoek voor aan de jury. Ze beweren absoluut zeker te zijn dat er een fout is gebeurd en dat ze die fout kunnen aantonen. Het is bluf, maar daardoor krijgen ze wel uitstel om bewijzen te verzamelen. Hun verklaringen lijken ook slapende honden wakker te maken. Het studierapport op de website van het WADA, waarin staat dat de EPO-test nog niet perfect is, verdwijnt. Professor De Lange krijgt van het Noorse WADA-lab, dat medewerking beloofde, de boodschap dat ze het verboden is om mee te werken. En Jacques Rogge, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, verklaart dat alle dopinglabs solidair moeten zijn. Ja, je voelt je kleiner en kleiner worden. Hè? En heel kwaad. Ja. Dat je, allee, ik kon niet begrijpen dat... Dat leek mij de evidentie zelf, dat de WADA... Als ze ook maar wisten dat er iemand onschuldig zou kunnen zijn, dat ze daar aan zouden meehelpen om dat te onderzoeken. Omdat, ik dacht dat die dat wel zouden willen weten, maar blijkbaar... Allee, ik kon dat op dat moment niet geloven eigenlijk, dat zij met zo'n praktijken zouden bezighouden. Ja, dus alles draait om het in stand houden van de EPO-test. Tot op die dag was er geen enkele twijfel rond de EPO-test. Die was 100% sluitend. Het feit dat we tegenwerking kregen was precies voor ons een bewijs om verder te gaan, omdat we voelden dat we de kern van het probleem aan het naderen waren. Professor De Lange is extra gemotiveerd. Ze moeten twijfel doen reizen. Twijfel over de foutloze EPO-test. Wat is het verschil tussen de Ironman en de zwintriathlon? Op Hawaii test Rutger Beke negatief, tijdens de zwintriathlon positief. Wat is het verschil? Hawaii is een 8 uur durende wedstrijd, de zwintriathlon een kwartriathlon. Een veel kortere, maar veel intensievere inspanning. Die intensiteit hebben wij proberen te simuleren door een vergelijkbare loop- en fietsproef te gaan organiseren. Ze nemen stalen. Net na de inspanning en, zoals bij de dopingcontrole, een uur later.
en ze ontdekken extreem veel eiwitten. Een uur na de inspanning, ongeveer het tijdstip van een dopingcontrole, zijn die eiwitten het meest aanwezig. Daarna verdwijnen ze. Normaal gezien worden die eiwitten door de nieren terug opgenomen. De nieren van Rutger Beeke slagen daar blijkbaar niet in, bij zeer intensieve inspanningen. De eiwitten blijven massaal aanwezig in de urine. Ongeveer op hetzelfde moment ontdekken Australische wetenschappers iets opmerkelijks. De vlekken van de EPO-test komen tevoorschijn omdat de merker met kleurstof het EPO-eiwit herkent en zich erop vasthecht. De vlekken zijn dus eigenlijk gemaakt door die kleurstof. Waar de merker het EPO-eiwit herkent, zien we een vlek. Normaal gezien herkent zo'n merker één bepaald eiwit. In het geval van de EPO-test dus het EPO-eiwit. Maar volgens Australische wetenschappers is het mogelijk dat bij de EPO-test ook andere eiwitten herkend worden. Dat er onder de vlekken andere eiwitten zitten, geen EPO. Misschien bijvoorbeeld enkele eiwitten die zich in het staal van Rutger Beeke bevinden. We zijn er alleszins genoeg. Het lijkt voldoende om te twijfelen aan de foutloze EPO-test. Professor De Lange legt zelfs zijn argumenten uit aan de jury. Het hoge gehalte lichaams-eigen EPO bij Rutger Beeke dat niet opduikt in het testresultaat. De extreem grote hoeveelheid eiwitten in de urine na zware inspanningen. En de Australische ontdekking dat andere eiwitten de vlekken kunnen veroorzaken. Het passeert allemaal de revue. Het dossier lijkt zeker sterk genoeg om twijfel te doen ontstaan. En bij twijfel krijg je de vrijspraak. Op zich vond ik toen dat die bewijzen vrij krachtig waren. En dus voldoende om tenminste een vrijspraak op basis van twijfel uit te lokken. De jury zal een vonnis vellen op 4 maart. Rutger Beeke vertrekt naar Zuid-Afrika om te trainen. Alles is gericht op de eerste wedstrijd van het seizoen. Toen ging dat eigenlijk allemaal nog heel vlot. Ja, toen ging dat nog heel vlot, omdat ik er altijd van uitging. Ja, kijk, ik heb niks gedaan, dus ze gaan dat toch moeten aanvaarden. Ja, je blijft ook geloof hebben in het gerechtssysteem. Ja. Maar ze geloven misschien te veel in een goede afloop. De uiteenzetting van professor De Lange was misschien niet helemaal duidelijk. Vele journalisten hebben na 10 minuten hun pen neergelegd omdat de moeilijkheidsgraad van het dossier voor hen te hoog was. Als je dan ook nog ziet dat die rechter op het moment dat professor De Lange zijn uitleg aan het doen is en je merkt dat die rechter altijd op een verkeerde pagina zit en dat hij dus eigenlijk helemaal niet mee is met het verhaal, dan weet je van oké, dat is één die er al helemaal niets van begrepen heeft. Het vonnis was de dag voordat ik, nee, 2 dagen voordat we terug naar huis kwamen. Dus ik heb tot dan eigenlijk heel goed getraind. De dag van de uitspraak heb ik eigenlijk ook nog heel goed getraind. Product dat specifiek in duursporten een ernstig gevaar kan opleveren voor de betrokken sportoefenaar en competitievervalsend kan zijn. Je zit daar, je bent vol spanning uiteraard, toch met hoop en met een grote zekerheid dat er een vrijspraak zou moeten kunnen volgen. Zodanig dat een langdurige schorsing verantwoord is. En je hoort die eerste zinnen en dat gaat naar zin 10 en dan weet je van. We hebben het zitten. Om deze redenen legt aan Rutger Beeke verbod op deel te nemen aan enige sportmanifestatie en georganiseerde voorbereiding gedurende een termijn van 18 maanden. En dan val je eigenlijk in een diep gat. Dan weet je van het is niet voor vandaag en ik moet verschrikkelijk nieuws doorgeven aan Rutger. Ik dacht toen echt van ja, ik ga hier een telefoon krijgen, ja, het is in orde. Ik kan hier deze avond iets trakteren voor iedereen, voor te vieren. Ja, en dat was dan een schok als Pieter zei, ja, je bent 18 maanden. Dan sloeg ik weer tilt. Dan was ik razend kwaad. Rutger Beeke is schuldig bevonden aan het gebruik van het verboden product EPO. Hij krijgt een schorsing van 18 maanden opgelegd.
Zijn advocaten gaan onmiddellijk in beroep, maar een uitweg is er niet meer. We hadden ons minstens aan een vrijspraak op basis van twijfel verwacht. En die veroordeling tot 18 maand schorsing die kwam buitengewoon hard aan. Met dat ik geen wedstrijden in het vooruitzicht had, dan trainde ik gewoon niet. Dus ik heb hier weken in de zetel gelegen en eigenlijk niks gedaan. Gewoon naar tv gekeken, naar muziek geluisterd. Op het moment dat je hem ziet afglijden naar die situatie, hebben we inspanningen gedaan, de dokter geraadpleegd en zo verder, om medisch dan te gaan ingrijpen. De dokter die zei ook van, ja, je moet wel iets doen met je leven. Je kunt niet heel je leven in de zetel blijven liggen. En tegen hem had ik ook gezegd, ja, zelfs al komt het in orde, ik stop met triathlon. Ik heb dat eigenlijk niet meer nodig. Maar ja, ik heb daar dan een week heel lang over zitten nadenken. En de eindconclusie was toch altijd van, ja, eigenlijk wil ik daar niet mee stoppen. Eigenlijk doe je dat nog veel te graag. In het vonnis zegt de jury dat de bewijsvoering van de verdediging te theoretisch is, gebaseerd op hypotheses die niet zijn uitgetest met de officiële EPO-test. Er werd eigenlijk gezegd van, Rutger Beeke, als jij je onschuld wil bewijzen, dan zal jij dat moeten doen met de originele test. En zal jij moeten dus kunnen aantonen dat je vals positief bent. En op geen andere wijze zullen wij je geloven. Het enige wat ze kunnen doen is de EPO-test opnieuw uitvoeren. Alleen de labs die een licentie hebben van het WADA mogen en kunnen dat. Maar die labs weigeren mee te werken. Rutger Beeke staat met de rug tegen de muur. Leuven. Twee andere wetenschappers zijn geïntrigeerd geraakt door de zaak. Een aantal collega's hier die de sport nogal op de voet volgen, die ja, geregeld werden hier discussies gevoerd van geloof je hem niet, zou dat kunnen, hoe zou dat kunnen, zou die dus vals positief kunnen zijn? Wat er gebeurd is, is dat sommige van onze medewerkers ons de vraag hebben gesteld wat onze mening was van de schuld of onschuld van Rutger Beeke. De EPO-test wordt altijd voorgesteld als een zeer complexe test. Maar wanneer professor Bolle en professor Bulus de test wat nader bekijken, blijkt dat mee te vallen. Er zijn heel veel stappen in die EPO-test. Maar die stappen op zich zijn niet zo'n moeilijke stappen. Dat zijn stappen die in elk labo regelmatig uitgevoerd worden. Maar het is natuurlijk al die combinatie van die stappen die het iets moeilijker maakt en die dus de test ook vrij lang laat duren. Ik denk dat er verschillende onderzoekslaboratoria zijn, zelfs aan deze universiteit, aan deze faculteit, die die test zouden kunnen uitvoeren, moesten ze beschikken over de nodige apparatuur. Na een tijdje oefenen hebben ze de originele test volledig onder de knie. Ze willen nu de echte EPO-test uitvoeren op stalen van Rutger Beeke. Ze hebben wel één voorwaarde. De vraag aan hem was of wij ons onderzoek onafhankelijk konden uitvoeren. Daarmee bedoelen we onafhankelijk van Rutger Beeke en zijn directe omgeving. Dat wij dus zelf konden bepalen welke testen we zouden doen en welke niet. En dat we bovendien het recht kregen om onze resultaten kenbaar te maken, ook als ze negatief zouden zijn voor hemzelf. Op het moment dat professor Bolle die uitspraak doet, was er eigenlijk voor ons geen probleem, want wij hadden nooit iets te verbergen. Dus laat maar komen. Er is opnieuw een kans, maar de zitting in beroep is te dichtbij. Tijd om te pokeren. Eigenlijk is de situatie vrij eenvoudig. Ofwel liegt Rutger Beeke, ofwel deugt de EPO-test niet. Samen van het wordt spannende momenten de komende dagen. En dan gaat, u gaat met zware bewijzen komen. Wel, wij zijn verplicht aan Rutger Beeke van dat bewijs te leveren. En dat bewijs ligt dus klaar. Okay. Het ligt niet klaar, maar ze krijgen wel uitstel. Voor ons heeft het als gevolg gehad dat de druk op ons om spoedig met definitieve resultaten te komen, dat die druk natuurlijk aanzienlijk is verhoogd. Op 5 april loopt Rutger Beeke zich helemaal kapot. Na een opwarming van 4000 meter sprint hij 4 keer 1000 meter. Daarna geeft hij een urinestaal af. En de bedoeling was gewoon om een staal te bekomen direct
na die zware inspanning en dat staal dan te conserveren en te behandelen zoals dat normale tijd gebeurt wanneer er WADA-controles gebeuren. Ze volgen de richtlijnen van het WADA voor de EPO-test minutieus. Ze concentreren het staal, ze leggen een elektrisch veld aan, ze gebruiken de merker en de kleurstof, stap na stap, net zoals bij de WADA-test. Tot ze hetzelfde resultaat hebben als bij een WADA-test. En dat bleek meteen raak te zijn, dus dat was een staal van 5 april, onmiddellijk na inspanning. En dat was eigenlijk een van de eerste stalen die we testten en die dus inderdaad signaal gaf ter hoogte van de lichaamsvreemde EPO, die dus eigenlijk een positief staal was. Ze doen de test opnieuw en opnieuw om zeker te zijn. Het resultaat blijft. Volgens de EPO-test bevat het staal doping-EPO. En dan testen ze een staal dat dezelfde dag is afgenomen, maar een uur later. Groot is hun verbazing wanneer blijkt dat dat staal volgens de EPO-test negatief is. De EPO-test detecteert geen EPO meer. Dat zet ons natuurlijk meteen aan het denken, want normaal gezien, als je lichaamsvreemde EPO in je lichaam hebt, kan je dat 3 dagen detecteren. Dus 72 uur, terwijl bij ons in dit geval na een uur dat staal negatief was. De resultaten zijn onmogelijk. De enige verklaring zou zijn dat Rutger Beeke inderdaad vals positief test op de EPO-test. Of er is gesjoemeld. Het kan natuurlijk zijn, men wist wat we gingen doen met die stalen, dat er iemand, of hijzelf, of iemand uit zijn entourage, aan dat ene staal lichaamsvreemde EPO toegevoegd heeft en aan het andere niet, om ons zogezegd te misleiden. Heeft Rutger Beeke het staal vervalst? Of herkent de EPO-test iets anders dan EPO? Dus hebben wij testen uitgewerkt die ons toelieten om na te gaan of het staal van 5 april, bekomen direct na de zware fysieke inspanning, of de signalen die we toen bekwamen al dan niet afkomstig waren van lichaamsvreemde EPO. Dit zijn testen die niemand kon voorzien. Ze behandelen de eiwitten zodat de elektrisch geladen structuren verdwijnen. Nu scheiden ze de eiwitten op basis van hun grootte en niet zoals in de EPO-test op basis van hun elektrische lading. Hoe kleiner het eiwit, hoe verder het daalt. En dit is hun resultaat. Doping-EPO blijft normaal gezien hier hangen. Zonder de elektrisch geladen structuren is het veel kleiner. De eiwitten in het positieve staal van Rutger Beeke zijn ongeveer even groot als EPO. Als het EPO is, dan moet het zonder die structuren hier opduiken. Maar er is niets te zien. En dus was dat voor ons een definitief bewijs dat het staal, bekomen direct na de inspanning van 5 april, dat het staal wel degelijk vals positief was voor lichaamsvreemde EPO. Dat dus de signalen niet afkomstig konden zijn van lichaamsvreemde EPO, maar van een ander eiwit. Op grond van wat vooraf gaat, is de disciplinaire raad van de mening toegedaan. Pas op 8 augustus, 9 maanden na de beschuldiging, wordt Rutger Beeke vrijgesproken. Hij is 9 maanden van zijn carrière kwijt. Hij heeft gevochten, hij heeft gewonnen. Zodat betrokkenen dient te worden vrijgesproken zonder kosten. Ik zou eerst en vooral willen Sophie bedanken. Omdat zonder haar zou ik hier waarschijnlijk niet meer zitten. Op het moment dat ik dan Rutger hoor, alle mensen bedanken die meegewerkt hebben, dan weet ik van, het is gepasseerd, we zijn erdoor. Hawaii 2005, de Iron Man. Rutger Beeke maakt zich klaar. Hij is terug. Ik ben blij dat ik terug in Hawaii ben. Het was een leuk moment van terug uit de vlieger te stappen en te zeggen, we zijn hier terug. Vorig jaar is er een moment geweest dat we toch, zeker als we vertrokken, dan hadden we toch tegen elkaar gezegd, hoe gaan we hier nog ooit eens terugkomen. En dan, nu dat alles in orde is en dat we hier nu terug zijn, geeft dat toch wel een heel prettig gevoel. Op de testresultaten van Rutger Beeke waren vlekken te zien van lichaamsvreemde EPO, doping.
maar de vlekken waren veroorzaakt door heel gewone lichaamseiwitten. Na een zeer zware inspanning heeft hij zoveel eiwitten in zijn urine dat zelfs het lichaams-eigen EPO niet meer te zien is. De onderzoekers in het WADA-lab zagen enkel de vlekken die normaal gezien veroorzaakt worden door doping-EPO. Ik heb dat oorspronkelijk, of tenminste een kopie gezien van het oorspronkelijke gel van het Gents Labo. En ik denk met hetgeen men toen wist en met hetgeen ik vroeger van die zaak wist, zou ik ook gezegd hebben, dat lijkt me inderdaad een positief staal. En wij kunnen en willen ook geen uitspraken doen over de bruikbaarheid van die test voor andere atleten. Het is zeer wel mogelijk dat Rutger Beke een vrij uniek geval is en dat er nog weinige of misschien zelfs geen andere atleten zijn die op een gelijkaardige manier voor een gelijkaardige reden vals positieve urinestalen afleveren. EPO-test blijft zeer goed bruikbaar, behalve na loodzware inspanning. Het is zeker niet zo dat de klassieke EPO-test volledig heeft afgedaan omwille van de zaak Beke. Dit zou een buitengewoon sterke overdrijving zijn. Rutger Beke komt als 66ste uit het water. Hij fietst naar de 9e plaats en loopt zich daarna compleet kapot. Drie minuten van Riet, kom aan, zeg! Hij eindigt vierde in de Ironman 2005, na een zeer moeilijk jaar. Voor heel die zaak was ik gewoon blij dat ik bij de beste van de wereld was. Dat is nu niet meer, dus nu wil ik echt gewoon winnen.